Frozen en de sneeuwengeltjes. De prinsesjes Elsa en Anna zouden eigenlijk rustig een spelletje doen op hun kamer, terwijl hun ouders belangrijke gasten ontvangen. Maar de zusjes beleven veel plezier aan Elsa's magische krachten. Eerst maakt Elsa een rij ijssculpturen in de kunstgalerij van het kasteel. Baron van Snop is zeer onder de indruk van de ijssculpturen. Opmerkelijk, zegt hij. Zijn vrouw, barones Bertilda van Snop, snuift alleen heel luid. Daarna rennen Elsa en Anna de keuken binnen. Laten we een sneeuwballengevecht houden, zegt Anna. Elsa vult de keuken met enorme sneeuwhopen. De koning en de koningin geven een rondleiding en komen bij de keuken, waar overal sneeuwballen liggen. Heerlijk, roept de baron uit. Bedankt voor deze ijskoude tractatie op zo'n warme zomerdag. De barones snuift weer, maar neemt toch een hapje. De meisjes rennen de balzaal in. Even later klimmen ze over Elsa's ijsheuvels en glijden joelend omlaag. Laten we een sneeuwengel maken, stelt Anna voor. Dan komen de koninklijke gasten de besneeuwde balzaal binnen. De barones glijdt uit. De koning en koningin willen haar vlug overeind helpen. Maar sneeuwengelen, gilt Bertilda. Daar ben ik dol op. Laten we er nog meer maken. Prachtig, gniffelt de baron. In Arendeel weten ze hoe ze hun gasten moeten verwelkomen. Die avond kijkt de koningin bij zijn slapende dochtertjes en fluistert: wie had ooit kunnen denken dat een kasteel vol sneeuw en ijs zo fijn kon zijn? Laat dat maar aan onze kleine sneeuwengeltjes over, zegt de koningin met een lach. Einde.